In deze les ga ik je iets uitleggen over een aandeel. Een van de meest populaire beleggingsvormen. Beleggen in aandelen is populair omdat het heel veel rendement kan opleveren. Maar aandelen zijn beestjes die wild kunnen springen. Omhoog, maar ook naar beneden toe. Wat is een aandeel? Een aandeel is niets anders dan een deel van een bedrijf. Dat je een aandeel hebt in een bedrijf. Laten we zeggen Heineken. Je drinkt misschien wel eens een biertje en als je dan een flesje bier koopt, dan koop je eigenlijk een product van het bedrijf Heineken. Als je een aandeel koopt, dan koop je eigenlijk een deel van de onderneming Heineken. Je zou kunnen zeggen: de klanten die een flesje bier kopen zijn eigenlijk jouw ja, klanten geworden. Want jij bent Heineken geworden. Je hebt een deel van dat bedrijf gekregen. Hoe werkt dat dan? Nou ja, je moet voor zo'n aandeel betalen. Want het bedrijf Heineken, ja, daar kun je niet zomaar eh, mede aandeelhouder van worden. Want dat gaat nu eenmaal in de vorm van een belang. En dat belang is een aandeel. Zo'n aandeel kun je kopen op een beurs. De beurs is de plaats waar je aandelen kunt kopen. Wanneer je op de beurs een aandeel Heineken koopt momenteel noteren die aandelen zo rond de 100 euro dan heb je dus een deel van het bedrijf te pakken. Je bent mede aandeelhouder en hebt ook recht op een winstuitkering. Dat noemen we dividend. Als een bedrijf dus winst maakt en Heineken maakt winst, dan keren ze een deel van die winst keren ze uit aan hun aandeelhouders. Dat noemen we zoals gezegd dividend. Als je voor 100 euro een aandeel koopt, dan zou je kunnen zeggen: ja, dat is goedkoper dan bijvoorbeeld voor 20 euro een aandeel Albert Heijn te kopen. A-hold. Maar is dat wel zo? Bij aandelen moet je kijken wat je koopt. En je moet uiteraard de overtuiging hebben dat Heineken een goed bedrijf is en ook in de toekomst winst zal maken, want jij hebt daar belang bij. Want als Heineken winst maakt, krijg jij een deel van die winst uitgekeerd. Als je winst hebt en je hebt aandelen, dan kun je ook kijken naar de zogenaamde winst per aandeel. En laten we zeggen dat er een miljoen winst is. En dat er ook een miljoen aandelen zijn. Dan is de winst per aandeel 1. Wanneer jij nu voor een aandeel Heineken 100 zou betalen op de beurs. En de winst per aandeel bij Heineken zou 1 euro zijn. Dan zou je dus 100 keer de zogenaamde koerswinst betalen voor dat bedrijf. Voor dat aandeel. Nou, dat is natuurlijk wel fors. Want feitelijk wat je doet is: je betaalt feitelijk. 100 keer de jaarwinst vooruit op het moment dat je dat aandeel koopt. Nou, laten we even teruggaan naar iets bij jou in de buurt: de snackbar op de hoek. Wanneer jij de snackbar op de hoek zou willen kopen, dan zal de eigenaar daarvan zeggen: Ja, luister eens, ik ben hier al 10 jaar bezig met mijn bedrijf. En als jij dat bedrijf wil overnemen, dat kan. Maar dan moet je mij wel een aantal keren de winst die ik maak betalen, vooruitbetalen. Want ik heb dit opgebouwd de afgelopen jaren. Nou, als je daar eens over nadenkt, dan denk ik dat je al heel snel tot de conclusie komt dat je geen 100 keer de jaarwinst voor die snackbar gaat betalen. Misschien 5, misschien 6, misschien 7 keer de jaarwinst. Dan neem je zijn bedrijf in volledigheid over. In feite doe je dat ook op de beurs. Je koopt een deel van het bedrijf. Je, koopt natuurlijk, je kunt als je heel veel geld hebt het hele bedrijf Heineken kopen. Maar ja, dan moet je wel een aantal miljarden met je meenemen eh, om, dat, eh, om dat te kunnen doen. Nou, als je één aandeeltje koopt. Dan heb je een deel van dat bedrijf te pakken. En als een bedrijf genoteerd zou staan tegen 100 keer de koerswinst, en er zijn bedrijven die tegen 100 keer de koerswinst genoteerd staan, bijvoorbeeld op dit moment, misschien een bedrijf dat je ook wel kent, Tesla, staat momenteel genoteerd tegen 200 keer de winst. Nou, dat is natuurlijk een krankzinnig hoge waardering. Nu is de verwachting bij Tesla dat die de komende jaren heel veel rendement gaan maken, heel veel winst gaan halen en heel veel groei zullen, zullen laten zien als bedrijf. En dus zeggen beleggers: ja, dan betaal ik nu misschien wel veel, 200 keer de winst van dit moment, maar volgend jaar is de winst misschien wel verdubbeld en het jaar daarna ook en het jaar daarna ook. Ja, en als je dat doet, ja, dan gaat de waardering uiteraard automatisch al naar, naar beneden toe. Bij Heineken. Uh, op dit moment betaal je geen 100 keer de winst, maar betaal je zo ongeveer 20 keer de winst. Nou, 20 keer de winst voor een bedrijf, dat is stevig, maar dat is over het algemeen wel wat je op de beurs betaalt. Albert Heijn, Ahold, het concern. Albert Heijn is daar onderdeel van, samen met Bol.com is allemaal van de Ahold groep. En als je een bedrijf als Ahold bekijkt op dit moment, dan zie je dat dat aandeel momenteel slechts tegen 11 keer de winst genoteerd staat. Dus er zijn bedrijven die heel erg hard groeien, die misschien wel 200 keer de winst noteren. En er zijn bedrijven die misschien iets minder hard groeien, maar wel heel solide en degelijk en misschien wel een beetje defensief zijn, zoals bijvoorbeeld een aandeel Ahold. Ja, dat noteert op dit moment maar tegen 11 keer de winst. Een deel van je rendement als aandeelhouder maak je dus door dividend wat je uitgekeerd krijgt. Maar een ander deel wat je kunt maken van je rendement is door koerswinst. Als het bedrijf AOLT natuurlijk flink veel winst gaat maken het komend jaar, wat veel meer is dan wat beleggers verwachten, dan kan het zijn dat het aandeel, de aandelenkoers, gaat stijgen. Momenteel noteert het aandeel 23 euro en stel dat het dus stijgt naar 25 euro in een jaar tijd. Dan heb je 2 euro verdiend aan koerswinst. Je kocht het op 23 en je zou het een jaar later kunnen verkopen op 25. 2 euro koerswinst. Wat het goede nieuws daarnaast is dat Ahold momenteel een dividendrendement heeft van zo'n 4%. Nou, 4% op 25% is een euro. Dus in de loop der tijd, het komende jaar, komt er ook een moment dat het aandeel dividend gaat uitbetalen. Als jij dat aandeel op dat moment in bezit hebt, de dag voordat het aandeel ex dividend gaat, op het moment dat jij het aandeel dan in bezit hebt, krijg je ook dat dividend uitgekeerd. En dat zou dus 4% zijn, een euro erbij. Dus je zou 2 euro maken aan koerswinst en je zou 1 euro maken aan dividend. Bij elkaar 3 euro op een aandeel wat je kocht toen het 23 stond. Nou, als je 3 euro verdient op een aandeel van 23, dan zit je al ruim boven de 10% rendement op jaarbasis. Uiteraard kan het ook zo zijn dat we niet meer bij Bol.com gaan kopen, niet meer bij Albert Heijn gaan kopen, dat de winst van Aolt naar beneden gaat en dat het aandeel volgend jaar misschien wel op 20 euro staat. Ja. Dan heb je 3 euro koersverlies. Dan kun je natuurlijk zeggen: ik wacht wel af. Want in de loop der tijd zal het misschien weer gaan stijgen. Dat kan, want niemand verplicht je om die aandelen te verkopen. Maar je begrijpt wel dat je dus bij de koerswinst of koersverlies te maken hebt met de ontwikkelingen. deels van hoe het met dat bedrijf gaat. Maar er zijn meer Zaken die van invloed zijn op de koersvorming. Niet alleen hoe goed het met dat bedrijf gaat, maar ook hoe goed, hoe goed het, met het met de economie in zijn algemeenheid gaat. Hoe belangrijk wij het vinden om ons geld in bedrijven zoals AO te stoppen, of dat beleggers denken: ja, maar bij Tesla en andere technologiebedrijven zit veel meer groei, dus ik ga liever mijn geld daar beleggen. Nou, heel veel factoren zijn dus van invloed op de koers van een aandeel. Belangrijk wat je moet onthouden als aandeelhouder is één. Je krijgt dividend, winstuitkering, maar daarvoor moet een bedrijf wel winst maken. Je kunt dus koerswinsten maken, doordat aandelenkoersen zullen variëren al naar gelang de ontwikkelingen van het bedrijf. En in dit geval moet je altijd goed nadenken over de zogenaamde koerswinstverhouding. Wat betaal je eigenlijk? Twintig voor een aandeel zegt niets. Je moet altijd even kijken wat is de koerswinstverhouding die ik eigenlijk impliciet betaal voor dat aandeel. Trouwens dan nog een leuk weetje ter afsluiting. Wist je dat aandelen eigenlijk een Nederlandse uitvinding zijn? In 1602 is de VOC opgericht. De Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die voer met schepen naar het verre Oosten en haalde daar specerijen, kruiden. En die handel was heel lucratief. Maar ze hadden dat ook best wel wat risico's. Ze moesten gro grote schepen bouwen om die kruiden en specerijen naar Nederland weer te transporteren. En zo nu en dan gingen er ook wel eens wat schepen verloren. En in 1606 bedacht de VOC als eerste ter wereld het aandeel. Het aandeel VOC is dan ook het eerste aandeel ter wereld. Tot de volgende les.